CFV kan na de unieke overwinning in Herugowaard in eigen huis kampioen van Nederland worden. Maar dan moet er wel gewonnen worden van FC Marlène. De openingsminuten met het schot van El Alouchi op aangeven van Karim Bali. Hier is hij weer, Karim Bali, Belgisch international. En de man die het spel verdeelt, de actie kan maken. En dan de uitbraak van Marlène met Tom Hofkamp. En die scoort al heel vroeg in de wedstrijd. 0-1 voor FC Marlène. En daar hadden ze in Eindhoven niet op gerekend. Maar na die 1-0 gaat Marlène minder goed spelen. En krijgt dus CFV alle kans om de gelijkmaker binnen te schieten. Al lukt dat niet direct. De eerste poging van Moalouche. Weidenbos, bal breed. Het schot steenhard op de lat van Dennis Selbach. CFV speelt de bal rond. Karim Bali zoekt de ruimte. Vindt hij dan aan de rechterkant. En de redding van Peter Rozenbeek, de keeper van Oranje. De enige international ook van FC Marlène. Daar lopen er veel meer van rond. Onder andere deze El Alouchi bij CFV. Veel meer internationals daar. Weidenbos, bal breed. Deze moet er eigenlijk in, maar net te laat ingegleden. En dus blijft het 1-0. Nog altijd. En is het wachten op de gelijkmaker, want CFV wordt sterker. Bal voorgegeven, opnieuw een redding van Rozenbeek. En de uitbraak van Marlène. En weer een kans op 2-0. En het lukt opnieuw niet, nu dankzij de redding van Grimelius. Uitbraak CFV. Uiteindelijk de rust bij Alucci. Het zoeken is daar centraal, de aanname is niet geweldig. Maar het inschieten is fantastisch van Sadouni. En dan is het 1-1. De fans weer een beetje gerustgesteld en CFV inmiddels een stuk sterker. Marlène valt toch tegen. En dan El Alouchi via een tegenstander waardoor Peter Rozenbeek kansloos is op dit schot van afstand. En dan is het ook nog eens 2-1. En met de ploeg uit Herugowaard niet in de wedstrijd. Wordt het lastig. Actie van Weidenbos. Schot op de paal. Zit het ook nog niet mee. En dit is de ruststand. 2-1. De achterstand die moet worden omgebogen na rust door de ploeg van Kenneth Goudmijn, de coach. Dit is in ieder geval een serieuze poging van Roy Huisman. Grimelius hoeft er alleen maar naar te kijken. Bal gaat op de paal. Karim Bali met de actie. Het schot. Keihard, Rozenbeek kansloos. En dan is het 3-1. De opluchting in de zaal is voelbaar. En op het veld is hij ook in no time aanwezig als de 4-1 is gevallen. Alouche opnieuw de doelpuntenmaker. En nu weten ze het eigenlijk ook al wel op het veld. Dit kan niet meer fout gaan voor CFV. Zeker als in een overtalsituatie de bal wordt verspeeld. En nog een doelpunt valt. Opnieuw van Alouche. Marlène blijft dan volharden in het van het veld halen van de keeper voor een extra veldspeler. En dan gaat het ineens heel erg snel. El Alouchi van ver. En dan is het al 6-1 en nog niet voorbij. Daar is opnieuw El Alouchi met een schitterende actie. De mooiste van de wedstrijd. 1-2, bal afgeven en dan inschieten. Sadouni, hij maakt 7-1. Het publiek is dan al lang en breed in feeststemming. Klaar om het helemaal af te maken, maar het wordt uiteindelijk nog 7-2 in de slotminuten. Laatste bal intikken is van Mats Velzenboer. 7-2 is de eindstand. El Alouchi wacht op het eindsignaal en als het er dan komt, viert CFV zijn derde landstitel op rij. Dat heeft FC Marlène niet weten te voorkomen.
Ze zijn er chagrijnig van, de ploeg uit Heerhugowaard. Logisch, want vooral vrijdag waren ze er heel dichtbij. Vandaag was CFV duidelijk beter en dus de terechte kampioen.